Ook vandaag weer luchtaanvallen in Oekraïne. Luchtalarmen die vanochtend afgingen. Nou, wat we gisteren hebben gezien, dat is breed veroordeeld door ongeveer iedereen. Nou ja, niet iedereen, maar je snapt wat ik bedoel. De Volkskrant schrijft vandaag dat de EU zijn beloofde 9 miljard euro steun aan Oekraïne nog bij lange na niet is nagekomen. Op dit moment is er vanuit Brussel slechts 1 miljard van die beloofde 9 naar Kiev overgemaakt. Blijkt uit onderzoek van een economisch onderzoeksbureau, het Kiel Instituut Für Weltwirtschaft. De VS heeft al meer dan 4 miljard overgemaakt. En het geduld van Oekraïne begint een beetje op te raken. Want ja, dat land ligt natuurlijk helemaal plat. Het wordt bestookt waar je bij ligt. En ze kunnen allerlei steun goed gebruiken. Dan hebben we gisteren ook weer gezien, Sophie, dat de vraag om steun weer opgevoerd wordt door Zelensky. Die wil natuurlijk vooral wapens. Ja, logisch dat Oekraïne daar boos en ongeduldig over is. Aan de andere kant, hebben wij die nog? Wat kunnen we leveren? Hoe kunnen we onze hulp vergroten, als we dat willen? Mm-hmm. Ja, ik vind vooral, we moeten onze gemaakte afspraken gewoon nakomen. Dus er is een oorlog op ons continent. Ja. En we doen bepaalde beloftes en we komen het gewoon niet op tijd na. En dat vind ik, ja, dat is niet goed. Dus daar moeten we gewoon wel dat geld vrijmaken. Want volgens mij is dat er ook gewoon. Dus we moeten gewoon onze afspraken daarin wel nakomen. Uh-huh. En inderdaad voor wapens, maar ook voor publieke voorzieningen. Ik bedoel, de mensen in Oekraïne, die hebben nu het, zeg maar, de overheid heeft niet meer het geld om die publieke voorzieningen te betalen. En dan moet het ook vanuit Europa komen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we wel op tijd dat geld beschikbaar stellen. Ja. Tarim, is het niet een beetje raar dat Amerika heel ver weg, ergens aan de andere kant van de oceaan, een soort van op de eerste rij zit als het gaat om steun verlenen, en dat wij er als EU, waar dit ongeveer plaatsvindt, er een beetje achteraan hobbelen? Nee, dat is helemaal niet raar. Amerika is sowieso een land dat gestoeld is op verdediging en oorlog. En ten tweede is het belang enorm om Rusland af te schrikken. En toch niet zich direct in de oorlog te mengen, maar wel indirect te laten weten van, hey, wij letten hier ook op en we houden ons hier ook mee bezig. Ik denk dat wel een belangrijke oorzaak ook is dat je nu ziet hoe log het apparaat van de Europese Unie weer is. Mm-hmm. 3 miljard komt eraan, maar daarover wordt nog onderhandeld door de lidstaten van onder welke voorwaarden dat wordt uitbetaald. Mm. Ja, en we weten dat je natuurlijk met alle 27 landen dan om tafel moet. En dat kan heel veel tijd kosten. Dat hebben we ook gezien met alle coronatoestanden. Het Europese coronacertificaat. En dat zie je nu eigenlijk weer. Dat die uniestructuur zich toch niet zo heel goed leent voor crisis. Terwijl het in het begin van de oorlog wel kon. Dus ik vraag me af wat daar nou nu veranderd is. Misschien toch een soort verslapte aandacht voor de situatie daar in Oekraïne. Moeheid. Het was natuurlijk ook een beetje afwachten van, goh, wat gaat er nu gebeuren? Nou, zie je in het binnenland ook. Dat mensen op een gegeven moment dachten van, oh ja, die oorlog, ja, we wennen er ook wel aan. Hoe cru dat ook klinkt. Ja. Gisteren die vergeldingsactie van Rusland vanwege het vernietigen van die Krimbrug. Nou, ik zei het al, ook vanochtend weer luchtalarm in Kiev en andere plaatsen. Zei ook onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg vanochtend. De Russen hebben toch meer in de kast nog dan wij altijd zeggen. Dat heb je ook gezien aan deze aanval. Ja. Want laten we eerlijk wezen, wij zagen hem niet aankomen. En ik denk heel veel Oekraïners die hem ook niet zagen aankomen. Er worden behoorlijk wat drones, die zijn ook gebruikt, Iraanse drones in die aanvallen. En die worden in grote getalen aangeleverd. Ja, tot de Iraniërs misschien ook buiten productie raken, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hebben nog wel wat. Ze hebben wel wat, ja. Ben jij op de, gaat een lange oorlog worden dit, Sophie, denk ik. Ja, ik ben daar ook wel bang voor. Nee, dat klopt.